Ja, wacht even. Voordat je naar de do-it-yourself van deze week gaat kijken, wil ik je eerst vragen om op ons te stemmen. We zijn namelijk genomineerd voor de Televisierster online videoserie. Een hele mond vol. En je kan stemmen door te drukken op de link in de beschrijving van deze video. Maak je mij heel erg blij mee en jezelf hopelijk ook, want we doen het samen natuurlijk. Oké, nu mag je naar de video. Bye. Hallo en welkom bij Mijn Peepshow. Do it yourself. Voor alle situaties waarin je alleen bent, maar toch de randjes op wil zoeken. Laat in de comments weten waar jij een do-it-yourself over wil zien. Vandaag ga ik jou leren om op een goedkope manier te ontharen. Ontharen was eerst voornamelijk voor vrouwen, maar nu is het ook bij mannen een trend. En eigenlijk is het überhaupt een trend, want echt in elke winkelstraat staat vol met van die laserklinieken of Brazilian wax hier, ontharen daar. We willen alles kaal. En ik wil je van tevoren al eventjes op het hart drukken dat dat niet hoeft. Als in, mijn benen zijn echt, nou ja, niet heel erg lang, maar ook niet heel erg kort. Kortom, ik scheer me eigenlijk zelden. Grappig is dat onze best bekeken aflevering schaamhaar scheren is. Jullie willen dus graag weten hoe je van die haren afkomt. Want haren groeien overal op je lijf. Ik bedoel, de meest standaard plekken zijn natuurlijk je benen en je oksels. De eerste plek waar ik me ooit heb geschoren. Je schaamhaar. Maar tepelhaar, je hebt boven je lip ook nog wel eens het een en ander groeien. Anushaar is ook zo'n plekje waarvan ik niet had verwacht dat die irritante rothaartjes de kop op zouden steken. Kortom, ze zitten overal. En scheren, ja, dan blijf je bezig, laten we eerlijk zijn. En dat schuurt en dat jeukt en dat prikt. En dat kan ik niet nog een keer scheren, want dan bloedt het. Eigenlijk is ontharen op een andere manier dan scheren veel chiller, want het blijft en langer weg. En je hebt dat gedoe niet met die harde stoppels. Maar het is zo duur. En dus geef ik jou 3 budgetmanieren om van die haren af te komen. De eerste ontharingstechniek is er eentje die geen pijn doet. Dus dat is nice. Het is namelijk ontharingscrème. Ik zeg je eerlijk, ik heb dit zelf nog nooit gebruikt. Maar het blijft 5 dagen weg. En is helemaal niet zo duur. Het idee is wel dat je het van tevoren even test, omdat iedere huid anders is. En het kan zijn dat je er een allergische reactie van krijgt. Daarom raad ik aan om het op de binnenkant van je elleboog te testen. En dan laat je het 24 uur zitten. Als je na 24 uur nog geen uitslag of whatever hebt, dan ben je good to go. Wanneer je dit haalt, krijg je er ook zo'n lekker spateltje bij. Maar je kan er ook een uit je keuken laten trekken. En dan smeren we het erop. Oh, ik ga voor mijn oksel. Wat deze crème eigenlijk doet, is hij tast de eiwitstructuur van je haren aan, waardoor ze dus uiteindelijk uit gaan vallen. Je moet het ook niet te lang erop laten zitten, 7 minuten max. Maar ik zet mijn wekkertje op 2 minuten en dan gaan we kijken of het heeft gewerkt. Het is niet zo dat je elke crème voor elk plekje op je lijf kan gebruiken. Dus je moet van tevoren goed lezen waarvoor je de crème moet gebruiken. Want je ook soms speciale varianten hebt voor bijvoorbeeld je intieme delen. Omdat dat toch allemaal net even wat gevoeliger ligt dan bijvoorbeeld een oksel. Nou, dat gaat aardig lekker. Oké, tijd is om. Top. Nu ga ik met de andere kant van het spateltje de haren er langzaam af proberen te schrapen. Even kijken of dat lukt. Ja! Nou ja. Dit is toch bijzonder. Alle haren zitten op het spateltje en niet meer op mijn oksel. Ik zal wel aanraden om dit alleen te gebruiken op de plekken waar je moeilijk bij komt met scheren of wat gewoon te pijnlijk is voor de waxstrip. Want ja, het is wel een beetje een chemisch goedje. Maar het werkt dus wel. Crazy. De tweede manier om van je haren af te komen is door middel van ontharingsstrips. Zo fijn en zo leuk. Nou, je hebt ze in allerlei vormen, soorten en maten. Maar ik ga mijn oksel harsen, dus gebruik ik een kleintje. Ik begin met het reinigen van mijn oksel. Het is namelijk belangrijk dat we dat doen, omdat we de haren met wortel en al eruit gaan trekken. En dan willen we wel dat het allemaal een beetje schoon is. Vervolgens gebruik ik wat talkpoeder om het nog droger te maken. En zodat de strip eigenlijk wat beter kan hechten aan de haren. Talkpoeder zit erop, dan is het nu tijd om te gaan harsen. En voordat je de strip lostrekt, is het belangrijk dat je hem even warm wrijft tussen je handen. Hij is denk ik warm genoeg. Dan trek ik hem soepeltjes uit elkaar. Kijk, dat gaat hartstikke mooi. En dan plak ik hem erop. Goed aanwrijven. Dan is het zometeen belangrijk dat je tegen de haargroei intrekt. Dus je moet even voelen waar de haartjes weerstand geven. En in die richting trek je de haarstrip eraf. En het moet in een vloeiende, snelle beweging. Oké, huid gespannen. En 3, 2, 1. Oh! Oh! Oh, er zitten een paar haartjes aan. Het is niet helemaal goed gegaan, maar je snapt het idee. En dan nu, last but not least, de wax. En die gaan we zelf maken, want ik wil het zo goedkoop mogelijk doen. En goedkoper dan dit krijg je het niet. Dus wat heb je nodig? 4 eetlepels water, 4 eetlepels citroensap en 200 gram suiker. Daarna zet je een pannetje op het vuur, niet te hoog, maar ook wel een beetje hoog. En pak je een spatel of een garde, want het is belangrijk dat je goed blijft roeren. Oké, wat je doet, is je gooit de suiker, het water en de citroensap bij elkaar in. En dan begin je met roeren. En het is dus belangrijk dat je continu blijft roeren. Het wordt al een lekkere slurry, maar ik moet blijven roeren totdat het een klein beetje begint te koken en lichtbruin van kleur wordt. Het is nu nog een beetje wit-gelig van kleur. Mijn pannetje is mooi bruin. Mocht dat nou bij jou niet gelijk lukken, geen probleem. Zoek even een tutorial op het interwebs, want daar staan er genoeg. En dan moet je het eigenlijk gelijk overgieten, anders dan krijg je het nooit meer uit de pan. Dus dat doe ik nu. Kijk nou wat een mooie honingkleur. Belangrijk is dat je de wax goed laat afkoelen, anders is het veel te heet om op te smeren. En het moet ook niet te koud zijn, want dan krijg je het niet meer uit het bakje. Je rolt de wax tot een balletje en smeert hem tegen de haarrichting in uit. Blijf mooi plakken. Het is dan de bedoeling dat we met de haargroei mee eraf gaan trekken. Vervolgens pak je een stukje katoen, plak je erop. 3, 2, 1. Oh, nou, hij heeft wel aardig wat meegenomen. Wie had dat gedacht? Wat sick. Ik heb een gladde arm. Het zijn blonde haartjes, dus je moet me vertrouwen op mijn woord dat er wel degelijk haren af zijn gekomen. Ik voelde het en ik zie het. Dus ja, zo kun je op een budget manier toch van al je haren afkomen. Deze shit, wie gaat dit opruimen? Mocht je zin hebben om elke haar extra veel aandacht te geven, dan kan je altijd nog gaan voor het epileren met dit verschrikkelijke apparaat. Doet heel veel pijn. Of met de good old pincet. Welke je ook kiest, het gaat geen pretje zijn. Anyway, leuk je gezien te hebben en vergeet niet te liken en te abonneren. Tot de volgende keer.